Ik heb hier een gast die speelt Rembrandt in de musical Rembrandt in Carré. Dan weet je waar ik het doe. Hoe ziek van de ploeg natuurlijk. Ik ga een mooi menu gesteld. En dat menu, daar ga ik suikerballen bij nodig. En die suikerballen die gebruik ik in het dessert. En dan kan je hier in Frenchet sokken suikerballen krijgen. Die hel ik op. Tje, je mag wijzen. Ik maak een fantastisch dessert maatje met Siep van de Ploeg. Ja, hartstikke leuk. Kerst Siep hoor. Zeker, die ken ik wel, de zanger. Wat vind je het feest van? Ja, wel leuk vent. Ja? Ja, ja. Ja, dat past niet te season dan natuurlijk. Nee, maar echt, echt leuk. Of ja, hartstikke leuk. Nou, zien we eens even dus heen. Ik wil graag maar Siep, je hebt hier al suikerballen van Griek misschien hoor. Ja, maar ik wil graag iets met suikerballen doen, een mooi dessert maatje dus. Ja. En nou wil ik eigenlijk graag even weten. Dan kijk dat Siep ik wat uitlezen hoe dat maken wordt, wist toch? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja? Maar was de baas even op? Ja, ik roep het wel even. Ja, tuurlijk. Ik roep hem even. Super. Goedemorgen. Ik heb de moeder vol. Nou, Dag Rijtse. Ik hier al even een stikje. Ja. Ik kerst het net letten, hè? Nee. Lekkere suikerbal. De beste mannen, ja? Wij zijn er mee bezig, ja. Ik krijg de ding kleer. Zo krijg ik de zoeker er draaien. Wat is dit voor zoekertje? Dit is chips, nemen ze dat dan. Dat speciale suiker wat voor de suikerballen maken wordt. Ja, daar zit altijd van die grove stikken. Ja, wat een beetje harder is dan gewone suikerklontjes. Voor ons wordt het helemaal voort. En nu bloot het mooi stukken in de ballen zitten. Ja. Wat zit er in de deeg? Dat is mool. Dat kist hier misschien wel even zien. Ik heb hier al wat. Wetter, gist, zout, mool en suiker. Ja. En wat kniel erin. Oh, kniel, ja. Nou, het ding is klaar, het kan er nooit. Zo, het kniel zit er nog net helemaal trog, hè? Nee, dat is de bedoeling, hè? Dat het er net helemaal trog in draait, want dan wordt het deeg sabruin en goor. Ja. Nu komen er nog mooi van die mooie vlammen in het deeg, in die suikerballen. Ja. En dan sjost het kniel dan mooi in. Ik ben er klaar voor. Wat zit mijn horloge met houden? En de hest in handen wil wasken? Nee, dit ik net best hier. Nou, prachtig. Ja. Nou, het ziet er knap uit. Dat is mijn rieskast nou? Ja, dat is nou in de rieskast. Ja? En hoe lang maakt dat erin? Ik is ongeveer 20 minuten tot een hele uur in. Hoe blinder. Zo ziet er net bijzonder mooi uit. En die suiker die helemaal karamelliseert natuurlijk. Hoe blinder. Zo ziet er prachtig uit. Mooie suikerbaas. Zo'n jontacht. 8. Zie je. Dank je. Alsjeblieft. Dank je wel. Maar dan ben ik naast keer keer eigenlijk mijn mooi zien met suikerballen. Ja. Nou, ik wil graag een lekker wentelteefje van maatje. Dus ik snij hem in plakjes en dan ging dat bakken in aai met molken. Dat doen ze vroeger met aardewalen. Maar dat zal mijn verse suikerballen vast nog wel lekkerder zijn. Beetje ijs erbij. Nou, en lekkere frisse ananas. Nou, geweldig. Dan wens je een soort succes in. Hoe liggen die dan? Ja, heerlijk. Goed zo. Hey, bedankt, hè. Tot kijk. Doei. Hoi. Ik sta hier in een hele hippe keuken. En die hippe keuken die heb ik regelen voor Siep. Siep had het smorgen drok. Hij had geen tijd. Wat voor mij. Dat is toch wel aardig. Maar... Wat belangrijk is, hij zit natuurlijk vlak voor die Friese Music Night. Hoe draai je daar aan in Safir? Daarom hebben we dat hier regelen. En ik ga lekker mijn mieten zien. Flies, entrecote op de grill. Tje, ik ga hem hier in de koelkast. Lekker stukje entrecote. Er komt een mooie saus bij. Dat is een saus die maakt van kruiden. Zie je, lekkere frisse kruiden. Dat doen we met aaien, een beetje jerk, een beetje witte wien erin. Dat je het bayonaise saus. En er komt bij friet. Patat. Ik kort je net alle dagen, maar Siep. Goeiedag. Ja, dit is hem. Meneer Rijtse. Ja. Hoe is het, jongen? Ja, we hier een afspraak. Ja. Ik vind het super dat is het best. Ah, leuk. Ik vind echt super dat is het best. Zo, ik ga een mooi stuk vlees. Zo.
Genoeg voor de Gerrit. Ja. Dat mag wel lukken. Entreco. Beste boempen. En we hebben een gerecht met jerpels. En ik wil die eigenlijk direct maar even aan het werk zetten. Ik ga een goed scherp mesje. Zullen nog even... Met de jongens, want ja, maar de handen hebben. Dan was de trein daar voor, hè? De appelschillen. Ja, dan laat je de kerst de kranten nog even lezen als kleur best. Dan wil je net minder. Eerst maar een stukje vier jaar op. Dan snij ik je onder de kool even. Oké. Net al te vier, wel, we hangen nog. Van jouw kant, die appels hoef ik net zelf. Hé, ziet me droog? Ja, behoorlijk jong. Ja? Ik ben natuurlijk de laatste dagen met de voorbereiding van de Music Night bezig. En natuurlijk, we hebben het Kast Reunie-concert. Hè? We hebben jouw vier wie net bijna op de bühne staan. Ja. En dat is echt wel bijzonder. Ja, daar kijk ik nou ook echt van genieten. De laatste keer dat we toen met de kast toeren, dat heb ik echt geen zin meer in. Maar nu is het weer gewoon genieten van de nummers en van de muziek. En samen zijn. Helemaal in je element. Absoluut. Ik ondertussen neem wat maar de saus. Ik ga wat witte wien. Want dat hek voor die saus, een goede scheut witte wien, ongeveer een glas. Dat is een bergglas. Mag ik even opletten? Maar het onthouden. Tje. Dat ook laurierblad. Laurierblad doe ik erin. Daar komt in jittek. 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 Net te volle, want jittek is sterk natuurlijk. Dan ga ik er wat peperkorrels in. Tje. Peperkorreltjes. Dan geef ik een peer. Net zo volle. En die maak ik even kneuzen, want als ze net kneuzen, dan... En jouw zin in smaak. Zie je het? Ja. Ik heb natuurlijk de pepermol erin, maar ik heb een stuk zuiver erin. Hup. Nou, dan heb je even zien, heb ik wat peterselie. Dan zit er vooral in de stal een heel soort smaak. Nou, dan doe ik die peterselie stal er even in. Zo, die. Dan doen we er een siepeltje er even in. En dat komt net zo krek. Nee. Want ja, ik hoef alleen maar de smaak te halen. Dus ik doe gewoon even een roeg even een siepeltje erin. En zo, een paar stikjes. En dit koort ik helemaal in. En dan krijg ik een hele lekkere concentratie van smaak. Wietje werden erbij. En dat is de basis van mijn saus. Daar komen eidehoorns erin. Dat klapje we. Maar rijnbutter. En die moet ik even smelten. Oké. Sjoe, als toch even voor mij die. En dan mag je om denken, want we wonen natuurlijk net als toen twee dagen maar zo'n stuk gewoon in verbonden op het podium stierst. Dus, want die mest met vlimskerp, dan moest hij een hand sa houden. En dan moest het sa snijden. Dus net sa snijden. Okay. Want dan mist hij misschien de beste rugs. Ja. Ja, dan stel je voor dat die hoorn dan krijgt, dat moeten we net gaan. Dus, ik heb het altijd nog jongen vanzelf. Maar... Oké. Okay. Nou, Rijtse jongen, je houdt ook een oog aan bij z'n beiden. Ja, maar we eten net de gerde. Wat dan? Er komt nog geen bij, hoor. Aha. En dat weet ik net, wie dat is, maar dat moet een grote verrassing worden voor jullie. Dus wij er zijn nog meer verrassingen. Zo. Ja, dus dit is inderdaad ook een oog. Ik denk dat dat een grote eater is. Het is een eater. Of een ietster, dat weet ik echt net. Ik weet het echt net. Ja, ja, de dingste van dat, nee, maar dat is echt zo, ik weet het echt net. En dit mag even voorbakken. Ik ben wat naar de saus even bezig. Ik ging ondertussen nemen wat erom, maar ik word eigenlijk aan het werk zetten, want daar ga ik de schedel dus deze steen. Je laat een stift. Dan maak je een zelfportret, maatje. Maar dan maak ik wel iets dwaan bij van het ding van, nou, ja, je laat me... Hier lezen mijn dingen. Nou, ik zal proberen. Ik maak ze er wel van. Ja, ik ging ondertussen met trollen. Dan krijg je dat op de kleer. Ja, dat moet een beetje hè? Ja, sure. Nou, oké, joh. En even een handtekening eronder, dan neem ik hem mee. Ik weet er als een behaalworst, maar... Ja, dat weet ik net. Ja, die hing ik op. Oké, joh. Oké. We zullen beginnen. Eerst maar eens even een liedje van decor, meidje. Nou ja. Ik ben bezig met de komkommersalade. Die doe ik haast bij de entreco. Maar wat sla erbij. Maar ik moet hem even zien laten hoe we dit met die komkommer doen. Tje. Ik heb een handig boorke bij. En dan kerst mooi het, dat zie je, dat kerst de saai uithalen. En Siep die kleurt het vrolijk op los. Dus alles is in het zwart-wit, of net? Het is aan het, wacht even de diepte bepalen, hè? Even de diepte. Even de diepte. Het is alleen wat in het zwart, ja. Ik jou het ritme mee. Dat was ik net. Ik jou het ritme mee, nog. Oké. Kom je. Thank you.
ik heb die komkommersalade. Dat is heel simpel, meestal. Want je doet er gewoon een beetje zout op. En je doet er een beetje peper op. En je litte dat even een tiertje steer. Want dat zout, dat trekt de vocht aan. En die trekt dat vocht gewoon om van die komkommer. Dus, dat zet we gewoon safut. En ik ben nog even bezig met die... ik moet nog even pitting voor die saus even klaarmaken. Ik ga hier een eiken. Dat mag ik even splitsen. Want ik ga die eidoor is nodig. Is voor de saus voor bij de entrecote. He, die eidoor is eigenlijk... Daar heb ik een mooie beslag kom bij nodig. En... De saus, maar de kruiden en de jerk. En dan moet je even zien. Die is helemaal inkoken. Dus wat, er is haast niet meer van oer. En als er boven hing is, dan springen de trenden niet neer. Leg het zeefje er even bij. Zo. Zeef even dat vocht. En dat is heel sterk van smaak. En dit gooi ik gewoon verder. Want alle kracht die eruit, die zit nu in dat vocht. Dus dit kan verder. Dan gaan we er... Garde erbij. En dan doen we de eidoois, die doen we net erin. En de eidoois, die jouwen de binding. En dan kloppen we dat zacht. Mooi lucht. Hier haak ik wat lekkere verse dragon. Want dat jij erin, dat is heel wichtig. En die ging gewoon mooi snijden. En dan doen we aasen door die saus heen. Hier heb ik dus die peterselie, die kervel en die dragon. En die snij ik heel mooi fijn. Moet maar de vinger sa, hè. Dan kan je net snijden. Ja, je kan je altijd snijden vanzelf, maar je moet er even goed om denken. Dan haak ik alle ingrediënten voor de saus klaar. Ik ga het vocht van de kruiden, maar de eidoois. Ik ga deze klaar. Ik ga de boter, die haak smolten. Die is ook al helemaal smol, maar eens even zien. Die is ook al mooi. En daar doe ik dan aasen deze in deze pannen. Maar warm water, die leveren we er saai in. En dan klap je hem lekker luchtig. Doe we nou nog net, want dat is te petit. Dan komt die boete er terug in en als laatste de kruiden. Hoe ligt het van de ploeg? Oh. Nou, dat deed hem al herkend, dat ben ik zelf. Dit is het. De haardoos is natuurlijk heel erg herkenbaar. Ja. Dit is toe. Ja. Dan vind ik het helemaal super. Ja, dat is een soort, ja. Ja, super, zei ze dan. Nou, ja. Dit is Rembrandt, dat speel ik dus in Carré. Dus ik denk, ik doe even weg waar ik mee bezig ben. Dit is de zinne die mij talakert, het leven wat mij talakert. Friesland werk van haar. Ja. De leefde. Ja. In mijn leven. Even vragen wat ik een kleur is. Ja. Friske Music Night. Daar ben ik er ook mee bezig. Nou, dit is het publiek. En wat is het ongeveer? Nee jongen, helemaal goed. Zet ik mijn handen even onderzoeken? Ja, maar ik wil hem graag mee halen. Ja. We maken nog even een paar dingen maken voor het dessert. Daar hebben we nog niks van die. De oren spullen zijn nagenoeg kleed. We hebben alleen nog wat vlees. Ananas komt erbij. Mijn suikerbal. Nou, dan is de ananas. Ik ga de suikerballen. Dan komt die wentelt even gezond. Wat komt er nog meer bij? Wij doen er ik nog bij. Een lekkere saus van sinaasappel en vanilleijs. Ah bon. Ah bon, monsieur. Ah bon, monsieur. En die giet lekker, maar die wentelteef. En wentelteefjes is natuurlijk, dat doe je dan van aardappelen meestal, hè? Doe je voor mij. Aha. Goed. Wat deed je dan voor mij? Zo. Even snijden. Hele verse zoekenballen. Dan hebben we die wentelteefjes. Die komt bij. Ja. Een eiken. En daar komt bij een beetje maken. Net de volle, hè? Beetje. Even losklappen. Dan pakken wij zo'n plakje suikerballen. En je legt ze gewoon even in. Zo, gewoon zo, om en om erin. En die bak ik gewoon in de boerenboeter. En dan rol ik ze nog even door de knielsoeker heen. Dat is gewoon kniel. Maar zoeken, dat zit ik in die balen. Ja. En dat doe ik een heel iets laagje omheen. Maar die frisse ananas, lekkere saus erbij van sinaasappel en vanille.
Zo, maar ga je hier dan? Ja, barbecue, hè? Ik heb een hele lekkere coturone. Dit is een hele mooie ding. Deze coturone die komt. Oeh, blinder, de vlammen er al in. Deze komt uit Starenbaai. Aha. Daar keep ik mijn wien niet. Dan mag het maar even proeven. Het is, Ik wist net dat er een raan in Staren weer. Nee, daar keep je ze wien voor u. Oh, oké. Dit is een mooi biologisch glaasje wien. Heel fijn. Proost, jongen. Proost, hè. Je moet naar binnen fluitje, ja, zo. Heerlijk. Ik ga hier geen zout en peper op zitten. Ik ga de krek even wat olie op die hele hitte grill dienen. Want als ik... Dan maak je er wel van genieten, maar je moet alleen opletten. Sure. Ja. Ik ga er geen zout en peper op. Doch ik dat wol, dan trekt dat zout, dat trekt al het vocht uit mijn vlees bij. Dus dat en dan wordt het droog. En dat wordt dus krek net. Dus ik ga nou een hitte grill en ik giet er zo in één keer op. Ja. Zo, dit is een mooi moment. Want dan doe je het deksel dicht. En dan hef je het glas. En dan ga je door het leven. Dat dacht ik. Of net. Fijn. Jongen, wat leuk. Weer? Ik heb mooi frommels verwacht, man. Dit is echt hartstikke leuk. Klaas, jongen. Ja, ik dacht dat het een vrouwelijke gast. Ik ben Raadje. Wieber. Hoi. Wieber? Ja. Hoe ken je mekaar? Ja, van fietsen, hè? Ja. En we hebben van het hierbij naar de Tour de France geweest afgelopen jaar. Ja. En toen zitten we in het programma van Studio Sport. En, nou, je meent bij Maart. Ja. Hebben we door het toren gewoon ook. Ja, en we gaan het per hele mooie dagen gewoon. Dus je bent bij een buusman op streekje, in de Westrein. Ja. En zijn hij had vroeger altijd buus, hij werkt in Duitsland, maar hij zit als bouwvakkers. Dus we waren altijd wel volgen. Nou, die jongens waren natuurlijk super getalenteerd met fietsen. Ja. Ja, en ik zie wat. In het begin had ik ook fietst en skaatsen en dat soort dingen. Mijn broer is ook een goede sporter. Ja. Maar ik heb al wat meer. Talent van de muziek, dus ik ben die kant op. Je bent in de fietserij. Maar hij is heel vierkant met fietsen. Ja? Dus, ja. Hoe vier? Het vierste eigenlijk, hè? Ja, 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 vierder dan mij in ieder geval. Hetgene wat ik bereik heb, heb ik bereikt. Ik ben uiteindelijk big prof, ja, het senior niet dien. Dus, okay. Ja, dus ik had. Ik heb mij met alle grutten van de aarde heb ik in mijn theatron gezien. Dus, ja. Het vlees zit in de oven. Ik even in de oven doen. Zo. En wat belangrijk is, dat het zout en peper na die tijd erop komt. Want dat hebben we er nog net op niet. Waardoor dan roen het eruit. Dus, nou een beetje zout en peper erop. Heb je zin hoe het al bestrooid? Neem zo. Nu komen we mooi bij die entrecote erbij. En de saus. En een lieselijkje saus erbij. Net de volle. Eerst de gast. Ja, natuurlijk. Eerst de gast. Ik had maar een theedoek pakken, want die warm met hartstikke heet. Goed. Alsjeblieft. Dank u. En ik ga er wat lekker slaat bij. Lekker eten. Mm. Wentelteefjes. Oké. Fjorud. Knielsoekermaatje. Dat is heel simpel. Dat is soeker. Maar kniel. Nou, we hadden al jaren zoen. Dus gewoon een beetje kniel. Maar soeker. Zo. En die binnen de wentelteefjes. Dan pakken we die.
En die lezen we even in de zoeker. Om en om. De ananas. Mooie frisse ananas. Goed uitsnijden. Ga ik een lekker sinaasappelsaus maken. Er komt wentelteefje. Dan moet er nog even wat lekker ijs op. Om je vingers bij al te likken. Tada! Meestal, je moet het er lekker van nemen. Lekker maar een beetje lauwwarme suikerballen. En nou, ik hoop dat je hem goed smaakt. Ik hoop dat je hem aan het zin hoort. Oké, hè? Yep. Ha ha ha.